Ik ga voor B5. Fout! Wap! Volgens mij gaat dit spel anders. Jongens, kom vlug! Ik wil dat jullie met me meelachen. Uw liefste lievertje en altijd uw vriend. Kleine G.I.D. met een E.O.N. Knipoog. Kleine Gideon. Gideon. Weet je nog dat ik hem afwees en hij ons wou verwoesten? Hij probeert elke keer weer de raadselhut van me af te pakken. Ik heb hem betrapt toen hij mijn dagcreme pikte. En toch, die gezamenlijke haat voor hem creëert wel een band. Kom dat zien in de telepathietent. Binnenkort op een nieuwe locatie. Moeten we ons zorgen maken? Kom, als Gideon de hut wil, dan zal hij eerst hier in moeten breken en de akte moeten stelen. Je bedoelt hier beneden? 8:30, 4:40. Oh, pop zal maar kraken. Gideon! Nee, maar Stanford, mijn arts-nemesis. We zijn verzeild geraakt in een gevaarlijk kat-en-muisspel. Maar de grote vraag is, wie is de kat en wie is de... Soes, bezem. Oh nee, niet de bezem! Let op mijn woorden, Stanford. Ik zal die combinatie te pakken krijgen. En als ik die akte heb, dan smijt ik jou voorgoed de raadselschuur uit. Sterkte, bolle! Ha! De combinatie ligt op een plek waar hij hem nooit zal vinden. Mijn hoofd. Jouw hoofd is niet zo veilig als jij nu denkt, Stanford Pines. Dit was de druppel. Het wordt tijd voor het grootste geheim in dit dagboek.